Welkom bij NL Magazine, Go to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit zoals altijd... Maurice Harout. En wij zijn geweest naar The Commuter met Liam Neeson. Wij gingen erheen totaal blank, we gingen er blanco in. Dat wel, maar er waren wel recensies uitgekomen die zeiden dat het een mindere film was. Ja. Dus dat had ik wel in mijn achterhoofd van... Wij hebben hem samen gekeken in de voorstukjes, hè, zaten we te kijken. En toen dachten we alle twee van, het wordt gewoon een normaal film. Ja, wat moet je zeggen? Het kan alle twee de kant op. Kan vermakelijk zijn of het kan niet vermakelijk zijn, Maar ik had niet een topper verwacht. Nee. Ik had niet een dijk van de film verwacht. Nee. Gewoon één in de lange lijn der Liam Neeson films, zou ik zeggen. Maar ik vond het best wel meevallen. Ik ook. Ik heb een puntje op mijn stoel gezeten. Ja. Het was spanning en sensatie was het. Ja, het was een keer eigenlijk een film waarbij de trailer eigenlijk slechter was dan de film zelf. Dan de film zelf, ja. Ja, dat komt niet vaak voor. Ja, dat komt niet vaak voor. Want in de trailer zie je echt van één keer dat hij door de lucht vliegt en allemaal gekke dingen. En in de film zelf is het een heel klein momentje maar. Klopt. En er zit veel meer een echt verhaal zat er toch al in. Ja. Over hoe die eigenlijk erbij is gelapt. Klopt. Want in het begin denk je alles toe. Hoe die voor het lapje is gehouden. Ja, maar ik denk gewoon dat hij in het begin denk je van alles is toeval, maar in feite is plek. Dus alles is zeker. Alles is gepland. Ja. Alles is gepland. Ja, ik vond het een steengoede film. Ja, heel leuk film. Ja. Dus ik had, het is een beetje een soort, het is een beetje murder mystery is het, hè? Moderne murder mystery is het. Ja, met wel actie erin. Ja. Dus dat was dan maar... Afgeleid van de Orient Express dan? Ja. Dat is wel meer actie, maar ook dat was natuurlijk verhaal wel diep hoor. Ik vond dit niet een grote actiefilm van Liam Neeson, waar die altijd weer geheim agent is en iedereen wegklapt, zou maar zeggen. Nee, hij was af en toe, hij was echt gewoon in feite een, een agent, een normale agent was hij. Dat kwam pas later ook pas in de film naar voren dat hij echt agent was geweest. Eigenlijk. Nee, dat kwam helemaal niet in later. In de bar kwam pas dat hij ontslagen werd. Daarvoor was het nog niet bekend, toch? Nou, volgens mij heb ik... Wel, man, helemaal in het begin ging hij met zijn vriend naar de bar toe. Nou, dat is helemaal in het begin van de film, denk ik. Nou, oké. Dat is voordat hij de trein nog opging. Voordat hij een commuter werd. Nou oké. Hij op de terug met de trein ging. En voordat hij heen gaat hij gaan. Dat vond ik trouwens wel, die ene man, ik weet even zijn naam niet meer, die rollen doet hij altijd een beetje semi-slechterik. Dat was altijd zijn vaste maatje in de trein. Ik denk, dat zal een belangrijke rol hebben. Die speelt ook in, bedoel jij zijn maatje, zijn vriend? Ja, die dus uit Breaking Bad? Ja, die uit Breaking Bad. Die kamer? Ja. Die dacht ik van, die zal waarschijnlijk in complot zitten. Nee, dus niet. Dus niet. Dat vind ik een goede twist. Nee. Er zaten best wel wat dingen bij. Maar die moet wel uitkijken voor de connection. Ja, die wil niet zomaar op straat lopen. Nee, die moet oppassen voor de bus. Dat, Ik vond haar ook wel leuk. De slechte Rikke, zullen we zeggen. Die vrouw. Ja, die alles eigenlijk echt gepland had. Die het een beetje gepland had. Ja, die vond ik wel goed. En vooral helemaal aan het einde vond ik goed. Toen ze samen zaten en toen zei hij van... en toen zei ze, waar heb je het over? Ja. Wie ben jij? Ging je even goed uitleggen. Nee, dat is echt... Fantastisch. Ik vind het een leuke film die je wel in de bioscoop moet zien. Ja, voor dit. Omdat je gewoon effect hebt. Er zit wel wat spanning in. Of je er echt per se naar de bioscoop voor moet, daar kunnen we over discussiëren. Nee, maar het is zeker een film om te kijken. Ja. En wel één keertje kijken. Ik ga meteen weer kijken. Nee, want dan is het plot weg. Dus dat is dan hoeft het niet. Nee. Dus cijfertje. Cijfertje. Nou, ik zeg een 7. Ik ook een 7. Ja, duidelijk. Een 7. Leuke film. Je kunt naartoe gaan. Kijk, je mist niet als je het echt niet ziet, maar het is een leuke film om naartoe te gaan. Dan heb je een leuke avond. Het is geen geld weggegooid, zeg ik. Nee, precies. Okay. Dus, mensen. Goed. Tot de volgende keer. Doeg.